Als Johan Cruijff ergens zijn gezicht laat zien, is het altijd druk. Zo ook woensdag in Arnhem, waar Cruijff bij aankomst bij een van zijn trapveldjes meteen wordt belaagd door de aanwezige jeugd. De legendarische nummer 14 was in de Arnhemse wijk Malburg voor de afsluiting van het project Meedoen Leren Winnen. Dat bedoeld is om jongeren te stimuleren zelf activiteiten te organiseren en zo de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. En volgens Cruijff is meedoen in dit geval automatisch winnen. Op het moment dat je mee gaat doen, dus je ertoe zet om mee te gaan doen, dan heb je al de eerste pas gedaan. En vaak is dat bij veel kinderen is dat een probleem, ertoe zet om gewoon iets te doen. Ja, maar, ja, meedoen. Op het moment dat je meedoet, ga je zelf wat leren. Van medespelers, van spelen, van de regels, van wat dan ook. Ja, en op het moment dat je meedoet en je hebt wat geleerd, dan wil je maar één ding, dat is ook winnen. En winnen wil zeggen dat in het privéleven of in welke omstandigheid dan ook, probeer het maximale eruit te halen wat jij in je hebt. Want het is jezelf. En als je dat doet via de regels, dat je samen moet spelen en dat je respect moet hebben voor een tegenstander, maar ook verantwoordelijkheid moet nemen voor wat je doet, dan denk ik dat je als jeugd goed onderweg bent. En dat is eigenlijk wat we willen. En ik denk dat sport de makkelijkste manier is om jongeren... Al die dingen die wij zeggen tegen die kinderen, maar je kan ze verwoorden in die 14 regels. Dat is het makkelijkste via sport bij te brengen. En daarom moet je dat ook via sport doen. Tot nu toe zijn er binnen het project in 11 steden dingen georganiseerd voor en door jongeren. Maar dat moeten er veel meer worden. Dit is dus een maandje, wat is het, een maandje of 7, 8 is het nu aan de gang. Maar in die tussentijd zijn er geloof ik alweer 30 veldjes bijgekomen. Dus bij de ingang van het volgend jaar zullen er ontstellend veel velden meer meedoen. En ook juist de kinderen om de velden heen. En we hebben nu al met deze opening en het, wat hun georganiseerd hebben, hebben we al veel weer geleerd. Hun brengen ons aan. Dus het is niet zo dat wij zeggen wat ze moeten. Nee, hun brengen ons aan. Jullie het zelf ook wel goed vol. Ja, wel, maar ik denk dat zoals hun het doen en zichzelf onder de loep nemen. En het is normaal, want een vriendje zegt ja, ik vond dat niet leuk. Of die zegt hey, dit was niet leuk. Spelende wijze kom je achter dingen dat je dacht dat je goed deed. Maar als jij iets nieuws doet, is het onmogelijk zonder fouten. Zolang je maar van je fouten leert. Ga je vooruit. Nou, als we zoveel van die veldjes hebben, iedereen zal een fout maken. Nou, dan kun je toch een heleboel leren. Dus volgend jaar denk ik, als er nu 11 velden en 11 keer, 100 kinderen meegedaan hebben. Dan zullen er volgend jaar 500-600 meedoen. Denk je er zelf ook van? Ik wel. Het is dus op een gegeven moment, ja, bijna uit de hand gegroeid. Maar we zijn nu weer aan het begin van een hele nieuwe weg. En ik denk dat dit nog een leukere weg wordt. Het is gewoon een begin weer. Tot slot, Nederland is gisteren vertrokken. Heeft u de bondscoach nog gebeld om succes te wensen? Wij wensen elkaar altijd succes. Dat is geen enkel probleem. Nee hoor. Dus dat zit wel goed? Ja, geen enkel probleem. Nee hoor. Succes. Oké. Okay. Johan, mag ik? Ik ga even met je meelopen, want ik ga vertellen wat er gebeurt. Johan! Ja, ik moet...